Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ja, het is weliswaar bijna middag, dus op die klok, ja, die loopt achter. Het is 11:46 en ik wens jullie als eerste een hele van hartelijke welkom. Ja, ik praat krom, heb ik door. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog bij Corina en de Beestenbol. Ja. Straks komt Astrid weer. Het is bloedheet. Het is bij de poort nu 44 graden. Ik weet niet of jullie dat zien kunnen. Ik hoop het wel. Ik zie het zelf niet. En hier in huis is het 29 graden. En op de vlakte, ik zal ook even proberen te zien, is 30 graden op de vlakte. Dus ja, maar door de wind. Ik heb dat raam daar ook open in de keuken. Trekt het lekker door. Mag ik hopen. Als ik voel wel af en toe de wind. Als dat zo blijft, hoef ik die ventilator niet aan. En ik zit expres bij mijn bureau al. Ik zit daar ook te eten. Omdat ik het bij de keuken niet, bij de eettafel niet voel. En dus ja, en blijf benauwd. Dus blijf het rustig aan doen. Ik ga zo meteen de vlog van gisteren in elkaar zetten. Want het is volgens mij wel al langer geworden. Omdat ik met Chrisje weg ben geweest, de dijk op. Dus ja, dat lijkt me wel een langere vlog dan ik in gedachten had. Dus dat gaan we straks even bekijken allemaal. Ik ga het zo meteen even op mijn pc zetten. Ik weet nog niet wat we gaan eten vanavond. Ik moet het eerst met Astrid overleggen. En misschien dat ik dan even al mijn boodschapje weg moet. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker van jullie dag. En ja, het is prachtig mooi weer. Ga naar het strand gaan zwemmen, weet ik veel, doe wat. En ga ook gezellig vloggen, net zoals ik. Ja, dan houd je bezig, zou ik maar zeggen. En dan hoef je je niet te vervelen. Je bent toch in gesprek met een ander, al is het op een andere manier. Dat is toch leuk? En stel gerust vragen. Wat willen jullie wat ik eens een keer doe? Ja, kan ik altijd allicht proberen. Dus lieve vrienden, denk daarover na. En kom maar op met je vragen. Misschien kan ik het realiseren. Zo niet, hebben we pech. Ja. Oké, ik zou zeggen tot later. Ja, mijn hondje die legt daar, de handdoek legt hier, waar die altijd, tenminste met dit warme weer op ligt. Ik heb vanochtend alleen nog gevlogd, toen voordat Astrid kwam. Daarna geloof ik al niet eens meer, weet het al niet eens meer, want het is te heet om na te denken. Ik zat klaar met 3 camera's, hier mijn GoPro en hier mijn handcamera. Om die vergekke maan te nemen. Hij behoorde bij de kerk op te komen. Maar de kerk zie ik nu nou niet. 1, 2, 3. Mag ik even door, Woefie? Hallo. Ik weet niet of jullie hem daar kunnen zien, hè. Ik zal even proberen in te zoomen. Ik doe het toch met mijn telefoon. Ja, dat moet hij wel willen. Ah, man. Nou, dat wordt het hem denk ik niet. Maar in ieder geval, de kerk die staat daar in ieder geval. Oh, nu zie ik al niks. Dat, daar komt normaal de maan op en we zouden vanavond de bloedmaan hebben. Nou, sterren ben er wel, die kan ik dus zien. Maar dan moet je ook een bloedmaan zien, maar... Nergens nop en jendel. En de lucht die is goed. Hier en daar wel een streepje. Maar meer ook niet. Dus ik baal ervan. Ik wou daar dat graag gaan vloggen. Hè? Speciaal voor jullie. Maar helaas niks. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Ik heb nou dan denk ik 2 filmpjes gemaakt. Ze hebben het erover dat morgen slecht weer is. Maar ik had graag ook morgen
Oh, er ligt er ook eentje in de tuin, de kleine zwart-witte. Ik weet niet of je, nee, die zal jullie wel niet zien, denk ik. Nee, is er donker voor. Moet ik er naartoe lopen? Ja, moet ik er naartoe lopen, hè? Dan moet ik even mijn stok pakken. Want ja, ik kan hem ook niet omdraaien, want dan word ik blind met het licht. Zo, dan lopen we naar buiten. Kijk, daar ligt ze. Kleine dame. Ik weet niet wat. Oh, vlindertje. Oh, wat leuk. Insecten. Ja, dat zijn de insecten die jullie zien. Grappig. Haha. Oh, dat is een haartje. Een haartje voor mijn lens. Ja, dat kan ook. Die zit vast. Sorry. Dat, ja. Mijn vlinderstruik. Het is, ja, het is nog bloedje heet. Echt heet, 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 heet. Hot, hot, hot. En, ja. Hoe heet het? Ik ga weer naar binnen. En ik schijn wel op mijn hondje. Hè? Ja, nou en op mijn prinsesje. Ja. Zo. Hondje heeft het zo heet. Hè? Ja. Maar oké, okay, morgen hebben we hier ook de binnen... 10:45 van AI is mooi, maar jullie zien hem nog niet. Even wachten. Oh, hij is mooi. Nee, ik zie hem niet door de camera. Ik zie hem niet door de camera. Hij is wel mooi. Ik kom van de strandvierdaagse en daar had ik naartoe gewild. Als het niet slecht weer is, want ze hebben regen en onweer voorspeld. Nou ja, en ik ben zo'n gek, die is bang van onweer. Ja. Dus dan blijf ik liever weer binnen, om mijn huis ook te luchten. En is het wel knap weer? Ja, dan ga ik er even daarheen om dat te vloggen. Dat is altijd leuk. En ja. Ja, ook zo erg. Ik zie nou naar het nieuws. Een vrachtwagen met varkens die allemaal op elkaar zijn gevallen door de hitte. Wat is dat toch een dierenbeulerij, hè? Ja, oh. Net weer weg. Maar oké, ik vind het gewoon heel, 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 heel erg zielig. Dat de mensen een dier dat aan kunnen doen. Zelf lopen ze te klagen, omdat het heet is. Maar wat heeft een dier dan? Heeft die het niet heet? Die hebben het net zo goed heet. Zorg ervoor dat ze gekoeld kunnen worden. Het zijn met een natte handdoek of met zo'n koeldekje. Die kun je ook in de koelkast leggen. Die gaat ook vanavond straks weer de koelkast in. En die gaat mee naar boven. En die maakt boven in de douche weer nat. En daar kan die op leggen. Ja, en dan legt veel op de koude vloer. Hij zoekt zelfs een plekje op waar het koel is. Dan weer hier, dan weer daar. En ik laat hem gewoon met rust. Ik zorg er ook voor dat er steeds fris drinken staat. Voor alle vier. Ook de poezenbeestjes natuurlijk. Ja, en ik wou dat iedereen dat deed. En ik wil jullie ook vragen, lieve vrienden. Let alsjeblieft op, als je de straat op gaat, overdag natuurlijk, en vooral bij winkelcentrums, dat als je een auto ziet die afgesloten is met een kind erin, of een baby erin, of met dieren erin, sla alarm en sla het raam kapot. Ja. Bel de politie en sla het kapot. En maak er een foto van. Foto, bellen en kapot rammen. Zoek het veiligheid voor het kind of voor het dier. Heb daar je zorg voor. En denk niet bij jezelf, ach, het is maar van een ander. Juist omdat het van een ander is, die anderen worden aangeklaagd. Ook van de week hier in mijn stadje is er een vrouw die de hondje kwijt is geraakt. Ja, politie heeft het afgenomen.
Eigen schuld, dikke bult. Dus ja, lieve vrienden, heb daar je zorg voor. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. En voor straks wel trusten als je al slapen kan. En tot aan de andere kant van de nacht, zou zeggen. Tot later. En uit mijn huisje vandaan ken ik de maan dus zien. Dat witte puntje wat jullie zien, dat is een randje van de maan. Geweldig! Het is zo'n mooi gezicht. Ondanks dat ik die lantaarnpaal voor mijn neus heb staan, het is geweldig. Ik zal hem even verschuiven, als dat wil. Moet ik weer zoeken, denk ik. Ja, dat ben ik weer kwijt. Ja, dat was die. Mooi hoor. Beetje bij beetje wordt hij helderder. Maar ja, ik denk dat jullie het zelf ook kunnen zien. En het kunnen aanschouwen. Want ik heb mijn arm dus omhoog. Ik zit wel, maar je kan ook wel allemaal arm krijgen. Hè? Het is zo'n prachtig mooi gezicht. De rest van de maan nog helemaal donker. En dan enkel dat witte streepje aan de linkerkant. Echt magnifiek. Ja, mijn armen jongens. Kijk lieve vrienden, de rand is alweer veel groter. Nog even, dan is het de helft. Ja. En dan de andere helft nog. Dat, ja, ik wou dat weer eventjes. Hopelijk dat jullie dat kunnen zien. Ik probeer mijn best te doen en meer dan dat kan ik helaas niet doen. Dus ja, ik hoop dat mijn dit is gelukt. Echt. Zo gaaf, zo gaaf. Ik kan een moeilijke verrekijker ervoor houden, hè? Gaat niet. Ah, als dat niet zou kunnen, verrekijker voor de lens. Ja, dan moet ik een betere camera hebben, hè? En dat heb ik niet. Dan moet je ook camera geld hebben. Heb ik ook niet. Wat machtig mooi. Maar oké, zometeen weer eventjes een zo mooi. Nou, ongeveer, wat zal ik zeggen, een kwart nog. Hij is ietsje pietje over de helft heen, geloof ik. Hij is echt gaaf, hoor. Dan hadden we gisteren de zonsondergang en nu deze. Oh, het is zo mooi gezicht. En er is hier een meeuw, die, het is nog een jonkie, een baby meeuw laat me zeggen. Dat beestje heeft zo'n dorst, we hebben al een bak met water neergezet, kan amper vliegen. Er vliegen wel volwassen meeuwen langs om hem in de gaten te houden. Zo zielig, dan kun je wel zeggen het is maar een meeuw, ja. Het is een levend wezen, weet je. Het is gewoon zo sneu. Je beweegt het vrouwtje heen en weer, man. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar ik krijg wel weer een lamme arm. Hoor nou eens, jeetje. Ze gaan knap een keer. Oh. Hij wordt steeds groter en groter en groter.
Maar ik krijg alweer een lamme arm. Ik zal zo meteen wel weer pakken. En er is weer een stuk bij. Nou, en dan gaat hij echt wel hard, hè. Hij is nou ook heel duidelijk te zien al. Ik zal weer even uitzoomen. Als het wil. Zo. Maar dat valt wel te zien, hè? Ja. Nou, doet hij toch goed? Toppie. Ik vind het zo mooi. Ja, nog een stukje. Nou, het scheelt niet veel meer hoor. Dankjewel man. En ik word naar voren toe. Nou, ook nog maar een klein stukje te gaan, dan is hij weer helemaal rond. Maar deze camera is lang niet zo goed zoals ik hem eigenlijk hebben wil. Maar dat kost een vermogen, ben ik bang. Ik wil een camera hebben, lieve vrienden. Dat wanneer je dus zo de maan aan het filmen bent, dat je dus ook die karaters erop kunt zien. Die tekening, laat me zeggen. Dat je dat ziet. Wat je met je blote oog ook eigenlijk zien kan. Dat je dat met de camera ook kan zien. En ik denk dat het met deze camera niet het geval is. En met mijn GoPro en met mijn mobiel. Nee. En over mijn GoPro gesproken. Ik ga die eens pakken. Dus tot zo direct. Ik heb de camera nu weer even in mijn handen. Ik zie net uit mijn stoel daar voor mijn bureau. Ja, ik hoop enkel dat het allemaal lukken wil met die camera's. Ik heb met mijn mobiel hek buiten gestaan, toen zat hij nog veel lager. Ik heb, daar kan ik nou niet meer mee filmen, want ik heb geen geheugen meer. Ik heb met mijn GoPro geprobeerd en nu zit ik met mijn, met de camera die ik voor jou heb. Ja, dat is zeker afwachten. En dan Chrissy die heeft ook gekeken. Ho, waar is die nou? Dan ben ik hem kwijt, dat camera daar. Ah, echt heel mooi. Is goed. Is goed, schat. Veel wandelplezier, welterusten voor straks. Doei, doei. Thank you.
Hij is mooi, hè? Nog steeds een klein stukje. Ja, ga mijn horloge ook nog een keer piepen. Gaat goed hier allemaal. Ja, ik kan hem niet uitkrijgen. Ha! Leuk! Geweldig! Oh, houdt zijn mond al. Ja, dan gaat hij over een paar minuten weer. Ja, wie dat gedaan heeft, weet niet, maar er zit in een alarm in. Ik denk dat ik op een verkeerd knopje heb gedrukt. Mooi, hè? Maar ik leg me er even neer, lieve vriend. En ook daar is hij mee te zien. Ja. Ik probeer in te zoomen. Dat is geloof ik zo ver. En is hij nog niet eens helemaal rond. Maar het lukt me dus toch wel met de GoPro. Mooi hoor. En in mijn GoPro zie ik hem rond. Ikzelf. Maar ja, nou is het licht weer uit, dus zie ik niks. Want het ding heeft batterij besparen. Ja, leuk is dat. Maar oké. Hij is er bijna. Ja, maar ik hou ermee op, want ik krijg heel veel pijn. En toen kwamen er wat wolkjes ervoor. Ja, daar kan je niks aan doen. Helaas, pindakaas. Het is toch steeds zo mooi gezicht. Echt gaaf. Maar ja, ik heb hier een kat om mijn benen heen lopen. Die kriebelt mij, dus ik kan me niet te oriënteren nou. Dus we houden er gewoon weer mee op. En jullie kijken verder zelf misschien. Ja, het is toch zo bijzonder. Echt. Oh, bijzonder, hè? Een heel klein stukje nog steeds. Het is nog steeds niet zuiver rond. Maar ja, nou is dat te laag om de camera op de picknicktafel in de tuin te zetten. En dan moet ik met mijn armen omhoog en dat gaat toch zeer doen. Dan weet ik wat het is als je spieren gaan besturen. Ja. Ik hou dat nooit niet een keer vol. Dus sorry. Hij is rond
hij is helemaal klaar. Hij is mooi. Hij is schitterend. Ja. Hij is echt heel mooi geworden. Dus ja, ik hoop dat jullie het ook allemaal hebben kunnen aanschouwen waar jullie ook mogen wonen. En dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. En dat uit mijn huisje vandaan. Ja, ja, ja. Wat woon ik toch weer. Wat dat aan gaat. Heel erg mooi. Ja. De mooiste plek hier op de aarde. Zo is dat. Nou, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet nog van jullie restavond of nacht. Of weet ik veel wat. Voor degene die gaat slapen, wel trusten. En gezond weer op. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.